We zijn vandaag een videoopname aan het maken voor Becel. En we zijn nu in Breukeleveen aan het water. En ik ben hier samen met mijn oom om een tv-spot op te nemen. Het is het idee dat de mensen thuis iemand nomineren, het hart waarvan ze houden. En ik heb mijn oom genomineerd omdat hij mijn allergrootste fan is. En actie. En nog een keer kijken. Hij volgt altijd alles over het zeilen, mijn prestaties. Ze knipt alles uit de krant. En ja, dan is gewoon familie uiteindelijk toch het belangrijkste. En dan relativeer je toch alweer als het iets minder goed gaat, denk ik. Ik ben heel trots op Evie voor het parcours dat ze tot nu toe afgelegd heeft. En laten we hopen dat ze daar in Londen een mooi verhaal kan aan verder schrijven. Actie. Ik heb mijn oom genomineerd. Heel goed. Ja, en dat is ook. Ik denk dat heel veel dingen vanzelfsprekend zijn. Ik denk dat af en toe dankjewel zeggen een keer op zijn plaats is. Dus ik nomineer het hart waarvan ik hou en ik hoop dat de mensen dat thuis ook zullen doen. Dat is prachtig, ik kan daar niks aan toevoegen. Dat is, als de spelers straks in Londen zijn, dan staan we met de familie aan de kant, zo dicht mogelijk bij EVR prestaties.